Wat is er? Ja, ik moet mijn studieschuld terug gaan betalen. Hoeveel is die dan? 30.000. Wow, dat is echt superveel. Moet je dat per maand gaan terugbetalen? Ja, maximaal 220 euro. Ja, maar je werkt toch veel, dus dat is dan wel weer te doen. Ja, maar daar kan ik echt nauwelijks mijn zorgverzekering van betalen. Ik sta ook nog eens al jaren 1000 euro rood. Zoiets doe je toch niet? En hoe kom jij in vredesnaam aan zoveel schulden? De bank belde of ik een krediet van 1000 euro wilde en dat leek me wel handig. Maar ja, nou sta ik de hele tijd 1000 euro in het rood. En daarbij, ik heb tijdens mijn laatste jaar studie alles zelf moeten betalen. Ja, maar dan gooi je toch geen rekeningen weg? Kijk, zo ziet je toekomst er nu dus uit. Ik zie het liever zo voor me. Ja, je dromen zeker. Nou, ik weet wel wat. Kom. Het is voor jongeren veel te makkelijk om geld te lenen. Ja, bijvoorbeeld een krediet op je rekening of een lening voor je studie. Hierover moet je kunnen praten met je ouders. Of kom bij ons. Of ga naar een financiële hulpinstantie. Zij kunnen je helpen om je financiële situatie weer op orde te krijgen. Of kom bij ons. Via internetbankieren zijn er tevens heel veel mogelijkheden om je geldzaken inzichtelijk te maken. Oftewel, om te zien hoeveel je uitgeeft aan wat. Dat zeg ik toch.